De CARICOM, waarvan Haiti lid is, staat klaar om het land in samenwerking met de internationale gemeenschap te ondersteunen. Echter is zij niet in staat dit alleen te doen, zei CARICOM-voorzitter Santokki gisteren in New York. Hij merkte op dat de kwestie Haiti een gezamenlijke aanpak van al haar partners vergt. De CARICOM-voorzitter gaf aan dat er lang gelobbyd wordt voor een lange termijn ontwikkelingsplan voor Haiti. Minister McAndrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken heeft woensdag het adviesrapport Opleidingsstelsel Stralingsbescherming in Suriname in ontvangst genomen. Dit rapport vraagt aandacht voor het veilig werken met ioniserende stralen, want bij verkeerd gebruik kan het lichaam worden blootgesteld aan radioactieve straling met gevolgen voor de gezondheid van werkers. Het document pleit voor verplichte en erkende opleiding voor personen die werken met ioniserende stralen in ons land. De medische zending en het traditioneel gezag van Kwamala Samutu hebben zondag een kroeto belegd om de inwoners van het dorp te informeren hoe zij de gemeenschap malariavrij te houden. De laatste malariabesmetting is van meer dan een jaar geleden. Er is momenteel een speciaal team ter plekke om allerhande gezondheidsinterventies te plegen, waaronder het testen van alle personen die van diverse gebieden het dorp zullen aandoen voor een Bijbelconferentie die deze week gaande is.